There's a guy who's down the chip shop, swear was Elvis. He's a liar and I'm not sure about you. Let you change your pickup for a Sunday. Now I'm glad you came around, 'cause you're out now. Backwards down the chip shop, swear his helmet. Just like he swore to me that you'll be true. Backwards down the chip shop, swear his helmet. He's a liar and I'm not sure about you. Even vragen voor Ruurlo vandaag. Wie ben jij? Ik ben Mark. Ik mag de bands aankondigen dit weekend. Sorry? Ik mag de bands aankondigen. De bands aankondigen? Ja. Het hele weekend? Het hele weekend. Ja? Ik doe ook even kleine stukjes, een kleine intro voor de bands. En ervoor te zorgen dat het volk wat er is, wat ongetwijfeld al super enthousiast is, nog eventjes iets mee opgezweept wordt. En is dat je vak of je hobby? Om dat nee, het is meer een soort van hobby. En ze hebben me gevraagd, ik heb het vorig jaar ook gedaan. En, ik mocht nog een keer weer komen, dus... Je naam is Mark? Mark Frerix. Ja, en dat doe je op meer festivals dan? Nee, eigenlijk niet. Wat zie je er lelijk uit? Oh. Nee, dat moet jij zeggen met je dikke haasjes. Ik ga hem maar niet filmen. Hè? Doe maar niet, dat moeten we niet doen. Nee, dat houdt niet. Kijk, dat soort mensen moeten dus positief zijn te stemmen. Ja, uiteraard. Maar, jij doet dat op meer festivals? Nee, dat niet. Je doet het nu voor de hoeveelste keer op Reurpop? Dit is de tweede keer. De tweede keer, ja. Maar moet je dan in al die tenten zijn? Nee, in principe doe ik de presentatie alleen van de megatent. Van de megatent, hè? Ja, het is inderdaad een megatent geworden. Het is super groot. Dus dan ben je tot vanavond laat bezig en dan morgenmiddag weer beginnen. Dan begint het helemaal weer van voren. Ja. En wat doe je in het normale leven? Normaal gesproken ben ik een chef in een supermarkt. Chef van een supermarkt. Kijk, dat is een heel ander vak, hè? Dat is iets heel anders. Hey, maar je geniet er wel van, volgens mij. Mijn hobby is dit soort dingen. En, zoals met, ik heb wel eens eerder voor deze camera gestaan. Echt waar, met een deel van Jong Gelre was dat. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat was, en welke rol speelde je toen ook alweer? Toen was ik Robbie, toen was ik die Azo. Ja. Ik durfde je bijna niet meer te filmen. Heb je het filmpje wel gezien? Ja, zeker. Jij was echt een Azo, hè? Ja. En nu moet je heel netjes presenteren dan, toch? Netjes. Ja. Maar dat deed je ook wel leuk toen, hoor. Dat weet ik nog wel in ieder geval. Maar heb je nou nog voorbereid op papier? Ja. Ik lees me een beetje in de bands natuurlijk op de site of in de Reurpropkrant. Op het moment dat de bands binnenkomen, dan
ja, dan maak ik toch even een praatje met z'n of er onlangs nog recente dingen zijn gebeurd wat ik eventueel even kunnen zeggen. Oké. En wie heeft dit pak gemaakt? Nou, dit is gekocht. Oh, dit is gekocht? Vorig jaar al gekocht. Ja. Dus ik weet niet wie het gemaakt heeft. Maar hoe moeten we dat pak dateren? Als nu of is het uit de jaren... Dit is uit de jaren Rupop. Uit de jaren... Hij is goed, ja. Hey, ik wens je heel veel succes. Dankjewel.